Habe ich plötzlich eine Frage. Ze komen overal, Nederland, Denemarken, Duitsland, maar ook Australië en Korea. De wetenschappers die haar in het WTC in Ljouwt boeg de toekomst van het waardgebied. En dat giet alle kanten uit. Van toerisme en biodiversiteit, om te maken meer concreet, de impact van de visserij op de Waardzee. Daar moeten we voorzichtig mee wezen met de mossels en de kakkels en de garnalen. We kunnen je best visje, maar het moet wel in evenwicht blijven met het systeem. En dan moeten we misschien wel wat minder viskersboten hebben in tijden dat er wat minder vis is. En soms zijn er ook wel hele goeie hier, dan kan je wat meer. Maar het moet je wel reguleren. En zo zullen allerhande thema's de komende dagen uitjippen worden. Heeg op agenda staan de gevolgen van de klimaatverordings. Die zullen ook voor het waardgebied grut wezen. Zo werd duidelijk uit deze maquette die het kwartlin ontwikkelen waard door de Delta-commissie. En nu ook de Sjennis in Ljouwt. Voor het Waddengebied kijken we eigenlijk naar twee dingen. Van wat gebeurt er met het Waddenzee zelf en wat gebeurt er met de eilanden? Hebben we ook extra afslag op de eilanden en wat gebeurt er met de hoeveelheid zand voor de eilanden? Maar we kijken natuurlijk ook naar de dijken. Nou ja, we hadden laatst gezien in New York, daar waren oost net grote stormen en nu op in je zwol. En het is eigenlijk wel duidelijk dat door die klimaatverandering dat er echt meer extremen komen. Dus meer huddere stormen, meer rijn tagaliek. Nou, dat soort dingen kan je echt gebeuren. En het probleem is, het is alleen maar net zo voorspelbaar, maar je moet er wel rekening mee houden dat het kan. En daar kun je echt wel wat voorbereiden, want als je krijgt door dat alles gelijk blijft, ja, dan komt het net goed. De waardconferentie duurt 3 dagen. De uiteindelijke adviezen en conclusies zullen presenteren worden onder verantwoordelijk ministers in Nederland, Duitsland en Denemarken.